Ik zie geen enkele reden waarom het Europese noodfonds samen met het IMF niet een vergelijkbare rol zou kunnen spelen in Griekenland ten aanzien van die problemen. Vergelijkbaar met de rol die het IMF afgelopen tien jaar in Turkije heeft gespeeld, samen met de Turkse regering. De problemen in Griekenland uh, zijn enorm. En de afspraken die nu in uh, het pakket van 21 juli zijn uh, opgenomen, de nieuwe afspraken over steun aan uh, Griekenland, die hebben ook een rol, uitdrukkelijk, voor het IMF. In het pakket van 21 juli is dat nog opengelaten, maar uh, het feit dat dat in de officiële tekst is opgenomen, dat ook een aanzienlijk deel van uh, de hulp door uh, IMF gefinancierd zou worden. En dus ook voorzien zou worden van de door het IMF gebruikelijk stelde voorwaarden. Maakt is zonneklaar dat het IMF een grote rol gaat spelen de komende jaren in Griekenland. En dat is in feite al een voortzetting van een grote rol die het IMF al jaren in Griekenland speelt. Op de achtergrond zijn al een groot, grote groep werknemers. Van het IMF uh, houden al jarenlang kantoor in, in Athene. Hè, en bemoeien zich daar met uh, problemen. Dat mocht allemaal niet genoemd worden. Uh, dit was ook al uh, anderhalf jaar geleden toen het eerste uh, noodpakket voor Griekenland werd samengesteld. Nu is de rol van het IMF alleen maar toegenomen. Uh, en ik denk dat dat uh, een absoluut noodzakelijke voorwaarde is. Voor een succesvolle, succesvol verloop van het herstel van de Griekse economie. Er is in het verleden wel eens gesproken over een Europees monetair fonds. We hebben wel een noodfonds opgericht, eh, maar dat heet officieel eh, European Financial Stability Facility. Eh, en in 2013 wordt dat opgevolgd niet door een Europees monetair fonds, maar door een European Stability Mechanism. Dus we gaan van een facility. Naar een mechanisme, maar we mogen het geen fonds noemen. Uh, op 21 juli zijn de, uh, is het mandaat, de mogelijkheden, de middelen van dat uh, EFSF, kortheidshalve noemen we dat het noodfonds, zijn aanzienlijk uitgebreid. Uh, en de facto uh, speelt dat noodfonds, en straks hè, het ESM, speelt natuurlijk een rol. Als ware het het Europees Monetair Fonds, alleen we mogen dat zo niet noemen. En iedereen die hier een officiële rol speelt, hè, vermijdt dat woord ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Gaat het IMF een andere rol spelen binnen de wereldeconomie? Uh, de rol van het IMF is al sterk aan het uh, veranderen. Uh, het IMF speelt een hoofdrol op weg naar wat uh, economen, politiekeconomen noemen een nieuwe monetaire wereldorde. En in zekere zin is de benoeming van de nieuwe directeur van het IMF, Christine Lagarde, uh, een bevestiging van die verandering. Daar zit wel dus uh, iets uh, ironisch aan, omdat zij hè, uh, Frans staatsburger is en er enorm verzet uh, was, vooral vanuit de opkomende economieën, om opnieuw een uh, Europeaan uh, te benoemen op, de, op die uh, post die vrijkwam door het gedwongen vertrek van. Uh, Dominique Strauss-Kahn, maar het eerste wat Lagarde deed toen zij haar kandidatuur officieel maakte, was op bezoek gaan in Brazilië bij haar uh, uh, bij de Braziliaanse regering en vanuit Brazilië vloog ze naar China en dat toont het belang dat zij hecht aan een andere rol, betere verhoudingen met de belangrijkste vertegenwoordigers van de opkomende landen, de BRICS-landen en daarin spelen China en Brazilië een hoofdrol. Ook heeft zij inmiddels een onderdirecteur benoemd, dat is een Chinees. Ook dat zie ik als een teken dat Christine Lagarde als geen ander begrijpt dat er een nieuwe wind waait in de wereldeconomie en dat dat ook belangrijke veranderingen vergt, zowel in de structuur als in de cultuur van haar eigen IMF.